geboren tussen de hekken. Niet heel ver hier vandaan ligt Ginkelland. Meneer Ginkel is hier de baas en laat de kinderen de hele dag voor hun werk. Langzaam man, tijd is geld. Ja. Sneller, sneller, sneller. Stop allemaal even. Ik wil de pauze die jullie hebben van 15 minuten inkorten naar 10 minuten. Wat staan jullie nou te zuchten met die fantastische baan die ik jullie heb gegeven? En dat eten wat ik aan jullie geef. En buiten de grenzen van Ginkelland is het veel slechter dan hier. Hier hebben we tenminste eten en zo. Aan het werk! Ginkelland is omringd door hekken en de kinderen die hier werken hebben geen idee wat er buiten de hekken ligt. Maar Noah en Rick kunnen de verleiding niet weerstaan om eens een kijkje te gaan nemen. Ben je niet benieuwd wat er aan de andere... Ja. Ja, eigenlijk wel. Ja, ik zou het wel willen, maar we hebben maar 10 minuten pauze. Maar misschien kunnen we wel. Ja, het is streng verboden, maar we kunnen misschien wel heel even. Gaan we? Ja. Niet struikelen, hè? Het lijkt helemaal niet gevaarlijk. Hé, kijk, er zijn allemaal kinderen. Hey! Nee, we doen helemaal niks hoor. We hebben helemaal niks. Ik wou alleen vragen of jullie mee kwamen spelen. Spelen? Spelen? Wat is dat? Weet jullie eens wat spelen is? Waar komen jullie vandaan? Nou, we komen uit de fabriek van Ginkelland. En onze pauze is zo meteen voorbij, dus... In de fabriek werken? Maar wanneer spelen jullie dan? We spelen nooit. We weten niet eens wat het is. Ze weten echt niet wat spelen is. Ja, inderdaad. Dit kan echt niet. Kom hier morgen maar terug. Zelfde plek, zelfde tijd. Oké. Wij regelen wel dat jullie een keer kunnen spelen. Doeg! Doei! Stop! Nou jongens, hoe gaat het met de jaarcijfers? Wat? Waarom kijk je zo moeilijk? En? Wie gaat het zeggen? Oh. De cijfers gaan een beetje omlaag. Wat? Nou baas, de productie is weer gedaald. Terwijl u juist meer kinderen heeft aangenomen. Hoe is dat gebeurd? Ik heb die kinderen net nog harder laten werken. Ik heb er net nog een paar aangenomen. Ja, hier zijn de cijfers. Wat? Hoe is dit zo gebeurd? Dit kan echt niet. We moeten hier echt wat op verzinnen. Ja, geen idee baas, maar ja. Ja, jongens, ik heb jullie aangenomen om dit op te lossen. Dus ja, bedenk maar wat. Minder pauzeuren? Al gedaan. Chanteren met minder eten? Al gedaan. Strafuren geven als minder confetti maken misschien? Al gedaan. Koffie. Oh. Meneer Ginkel is duidelijk niet tevreden. En het ziet er niet goed uit voor de kinderen. Ondertussen hebben Noah en Rick stiekem hun nieuwe vrienden weer opgezocht. Kijk, dit is een springtaal. Dan moet je zo maar springen. Zo ronddraaien en dan springen. Ja, goed zo. Het gaat goed. Probeer nog maar een keer. Kijk, dit is een voetbal. Oké. En wat doe je met dit ding? Kijk, daar kan je zo mee schieten. Mag ik ook eens? Dit is echt leuk, joh. Dat wil ik vaker doen. Laat ons maar je baas ervan overtuigen. Jullie moeten echt wel spelen. Spelen is goed voor je. Dat moet je echt vaker doen. Willen jullie onze baas overtuigen? Nou, dat lukt echt nooit. Ja, geef ons een week. We halen de andere kinderen en maken een plan. Zo gezegd, zo gedaan.
Een week later gebeurt het volgende. Kinderen moeten spelen! 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 Wat is dit voor herrie? We slaan het op! Maar meneer, u laat die kinderen uitputten. U laat die kinderen werken. We moeten spelen, net als ons allemaal. Ja, want kinderen moeten spelen! Inderdaad, want kinderen moeten spelen! Kinderen moeten spelen! Kinderen moeten spelen! Wat is dit nou? Waar slaat het op? Stop, stop, stop! Nou, meneer Ginkel, we zullen u het laten zien. Kinderen moeten spelen! Hé, jongens! Doe iets! Zie wel, meneer Ginkel. Als je kinderen laat spelen, worden ze creatiever, slimmer en hebben ze meer energie. Ja, en dan, als ze later groot zijn, kunnen ze beter werken, ze hebben ze meer energie en kunnen ze geld voor u verdienen. Nou jongens, wij zijn het er niet mee eens. Jongens? Ja meneer Ginkel, kinderen horen te spelen. Zelfs je medewerkers kunnen de verleiding niet weerstaan. En zo kwam er een einde aan de kinderarbeid in Ginkel.